Gisteren hadden jullie een heel mooi t-shirt gezien. Dat zou je zeggen. Niet nog een keer doen, hè? Nee, ik heb maar één. Gisteren hadden we een M-rapje van 20 minuten. En daarvoor hadden we een redelijk korte workout, namelijk ongeveer 9 minuten. Wat was die daarvoor? Nou, weet ik niet meer. Maar in ieder geval, gisteren was 20 minuten. Vandaag willen we weer wat korter aan de bak. 10 minuten minder, minder dan 10 minuten. Dus minder dan 10 minuten, zou ik moeten zeggen. En wat gaan we doen? Alternating dumbbell snatches. En dumbbell shoulder to overhead. Dus van je schouder boven je hoofd, any way you like. Wat doen we? 42 alternating dumbbell snatches. 21 dumbbell shoulder to overhead. Dan 30 alternating dumbbell snatches. Dan 15 dumbbell shoulder to overhead. Dan 18 alternating dumbbell snatches. Dan 9 dumbbell shoulder to overhead. Dus zo ga je dat doen. Alternating betekent links, rechts, links, rechts of... Precies, je weet hem, hè? Rechts, links, rechts, links. Maakt niet uit. Als je maar afwisselt. Dumbbell shoulder to overhead. Mag je dat eigenlijk qua set verbreken zoals je wilt? Dat wil jij. Zelf bepalen. 11 en 10? 11 en 10 zou mogen? Ja, bijvoorbeeld. 11 en 10 zou mogen. 11 links, 11 rechts. Dus 11 en dan 10, dat zou mogen. Dus hier moet je echt alterneren. Hier is het divided any way you like. Gewoon verdelen hoe je wilt. Dan weten we natuurlijk dat niet iedereen een mooie dumbbell thuis heeft. Dus we gaan jullie ook wat andere opties laten zien. En dat ga ik je zo vertellen. Of ja, dat ga ik je zo vertellen. Met een andere camerahoek, let maar op. 3, 2, 1. Pa! Zijn we weer. Is niet normaal, toch? Dus, met een dumbbell ziet het als volgt uit. De dumbbell snatches, alternating. Boom, hij gooit hem omhoog, gaat naar beneden toe. Bij de snatch willen we eigenlijk dat twee koppen van het gewicht de grond aanraakt. Wat is er? Ja, zo. Ja. Ik moet hier staan, denk ik. Ja. Of niet? Ja. Gaan we weer. Twee koppen van de dumbbell. Ja, blijf lekker doorgaan, Bas. Ondertussen ga ik wat een en ander vertellen. Zorg ervoor dat je een klein beetje naar beneden zakt, door de beentjes heen. Ruggetje hou je recht. En je zorgt ervoor dat je een beetje omhoog springt met die benen. Om vervolgens energie mee te geven aan die dumbbells, dat je hem boven je hoofd kunt krijgen. Je mag een power versie doen waarbij je licht gebogen benen krijgt. Of je mag je benen gestrekt houden zodat je een muscle versie krijgt. Die. Zie je het verschil? Nee, spoel even terug. Met YouTube kan dat 15 seconden terugspoelen of 10. Dan moet je één keer even tappen op je telefoon. Top. Met een kettlebell ziet het er als volgt uit. Ja, dat zou ik zeker doen. Met een kettlebell, met een dumbbell moet je alterneren. Met een kettlebell willen we gewoon dat je hetzelfde doet als bij die tweede oefening. 10 of 11 met je ene kant en 10 of 11 met je andere kant. Hij zwaait hem onder zijn billetjes door, heupie recht, of heupie buigt naar achter, strekt hem en hij vangt hem boven zijn hoofd. Arm helemaal gestrekt, boom, en rust. Heb je de 10 dus met links gedaan, doe je daar nog 11 met rechts. Maakt niet uit hoe je dat verdeelt, maar maak grotere sets. Een kettlebell alterneren is niet leuk om te doen. We kunnen hem ook doen met een plaat. En deze oefening, deze stijl wordt hem sowieso voor de senioren. Plate van ground to overhead, iets andere oefening. Het idee blijft hetzelfde. Kijk, hij heeft een explosieve heup en daarna strekt hij hem door. En je ziet dat zijn armen in één lijn komen met zijn lichaam. Grond aan het tikken, plaat boven je hoofd. Pas op voor het gebitje, die kunnen we nog wel eens aantikken. Dat bedoel ik niet per se de senioren in de gebitjes, maar iedereen eigenlijk in de gebitjes. De tanden bedoel ik dan. Sorry. Ik hoop niet dat ik daar iemand mee beleefd heb. Kukiedent. Dus met een plaat doe je twee handen. Barbel kan ook, want sommige mensen hebben nu die stang al een paar dagen te leen van ons. Maar dan doe je gewoon eigenlijk snatches met een lege stang. Want je moet veel herhalingen maken. We willen dat je hetzelfde aantal herhalingen houdt. Vanaf onder je knie start omhoog en je springt hem naar boven. Bam. Handen lekker wijd. Probeer hem hier te hitten. Hier vandaan kom je omhoog, pop op. Je vangt hem boven je hoofd. Je strekt helemaal op voordat je hem überhaupt weer neerlegt. Hoeft geen extra gewicht aan, jongens. Focus maar op goede techniek. Goede heupstrekking. Dat was dus eigenlijk de alternate dumbbell snatches. Dit waren de alternate dumbbell snatches. Voor de dumbbell shoulder to overhead kunnen we hem uitvoeren met een dumbbell. Misschien even aflaten. Ja. Zo voor die staan. Je kan hem strikt pressen. Oeh, dat kost veel kracht. Je kunt hem push pressen. Of je kunt hem push jerken. Dat zou je kunnen doen. Hoe je groot die set zijn, mag je helemaal zelf weten. Hetzelfde kan met een kettlebell.
Laat ik jou veel meer voordoen dan jij mij voor laat doen? Ja. Nou? Deze ga ik niet strikt pressen, 24. Nou, 24 kilo, die doen we even niet strikt, maar dat zou zijn. Dus hij pushpresst hem en hij doet even één push jerk en dan hebben we hem wel weer gehad. Hup, hup, en dan staat hij hem op. Kan je hem ook doen? Met een plaat wordt het een tweehanden versie. Dan haal je hem voor je snoetje en daarvan press je hem gewoon naar boven. Ik wil dat je bij deze wel een beetje een uitdagende versie zoekt. Heb je maar 10 kilo en die voelt niet zwaar voor jou, doe dan de strikt press. Als het zwaar genoeg is, dan kun je gewoon een push press doen. En je zou zelfs een push jerk kunnen doen. Het voelt alleen wat gekker qua uitvoeren met een plaat. Met de stang eveneens kun je precies hetzelfde doen. Stangetje vasthouden. En let erop bij die overhead movements dat we niet gigantisch hol gaan hangen met die rug, jongens. Hou die buikspieren een beetje aangespannen. Maak er een mooi corset van. Ondertussen zie je al de variaties voorkomen. Hij doet hem één keer fout waarbij hij tegen zijn kin aankomt. Let op. Ah, oh, dat zou zo zuur zijn. Alsjeblieft, doe het niet. En de jerk, dat is de laatste. Zorg ervoor dat je helemaal opstaat voordat die stang naar beneden zakt, jongens. Dat zien we zo vaak wanneer we snel aan het uitvoeren zijn. Ik zag weer een filmpje van Tia Te Klumi, Toomi dinges. En dacht ik zo, hey, no rap, no rap. Nee. De haters beginnen. Je zou de plaat ook kunnen vervangen voor een tas. Die kan je ook van grond boven je hoofd slammen. En je kan hem ook vanaf hier op boven je hoofd gooien. Zo'n tas met twee van die mooie hendels. Of niet, kraap je het vlees van die tas. Ga je met een deze versie, en ga je, is hetzelfde eigenlijk qua objecten die je dus kunt gebruiken. Maar als je hetzelfde gaat doen, zouden wij willen zien dat je dezelfde herhaling haalt als hier ook. 42, 30 en 18. Als je iets met twee handen prest. Juist, als je iets met twee, als je iets met twee handen prest. Als je het met één hand prest, doe dan gewoon die. Cool? Oké, komt ie aan.